Marianne Vos, het is 2 januari en jij hebt je eerste overwinning van 2014 alweer binnen. Ging het zo gemakkelijk als dat het er aan de zijkant uitzag? Nou, vandaag ging het erg goed, ja. Ik weet wel dat Surhuis de Veen een rondje is wat mij goed ligt. Het is zwaar en een paar snelle stukken. Dus die afwisseling, dat is mij wel, of dat ligt me wel. Maar ik moet zeggen, na Baal gisteren is het toch altijd even de vraag of dat je dan nog met goede benen aan de start staat. De overwinning heeft een dagje langer op zich laten wachten dan voorgaande jaren. Maar ik ben blij dat hij binnen is. Ja. Je hebt een beetje een turbulente winter achter de rug, dat zou ik niet willen zeggen. Maar in begin november kwam het bericht dat je geopereerd zou moeten worden. Hoe is dat verlopen en is alles nu goed? Ja, nee, het gaat heel goed. Ja, de operatie is goed verlopen, het herstel daarvan ook. Eigenlijk heeft dat minder tijd gekost dan ik van tevoren dacht. Dus ik kon heel snel gelukkig weer. Of heel snel, je moet natuurlijk voorzichtig doen, dus niet te snel. En dat heb ik ook absoluut niet gedaan. Maar ik kon vrij rap weer de training oppakken. En ik ben blij dat ik weer terug ben in de crossen. Dus je hebt een goede winter achter de rug, dat kunnen we wel zeggen. Ja, ik heb goed kunnen trainen tot nu toe. En natuurlijk is het een wat korte periode. Is het altijd even de vraag of dat je dan op tijd weer in vorm raakt richting de kampioenschappen. Maar met deze wedstrijden, dan gaat het ritme, of pik je dan wel weer snel op. Je hebt de afgelopen 2 weken een behoorlijk druk programma gehad. Was dat bewust of heb je dat op het laatste moment nog een beetje gewijzigd? Nee, dat was wel eigenlijk wel gepland. Ook wel bewust om toch vanaf die kerstperiode het volledige programma te rijden. Omdat je dan de concurrentie aan kan gaan, kunt kijken waar je staat. En ook de wedstrijden kunt rijden en daar het ritme op kunt doen. En richting het NK en dan uiteindelijk ook het WK is dat wel nodig. Je bent een paar keer geklopt de laatste tijd door Katie Compton. Doet dat zeer of heb je zoiets van, nou, dat kan gebeuren in deze tijd van het jaar? Nou ja, dat iemand heel sterk is, dat kan zeker gebeuren. En dan moet je, dat zorgt er alleen maar voor dat je zelf ook weer vol gemotiveerd raakt. En er 100% tegenaan moet gaan om haar te kloppen. Want ze is ontzettend sterk. En, Katie is altijd sterk, maar nu echt wel echt outstanding. En dan moet je proberen dat gat te dichten. En ik ben blij dat ik ze in Loenhout heb ik ze al een keer kunnen kloppen. En de komende weken moesten bij mij nog wel echt een schepje bovenop om haar het moeilijk te maken in hoger rijden. Dat is veruit de grootste concurrent voor het wereldkampioenschap, kan ik me zo voorstellen. Ja, zoals het nu lijkt wel. Het is natuurlijk altijd de vraag hoe het er straks bij gaat liggen in hoger rijden. En het parcours, dat heb ik alle verschillende ondergronden heb ik daar al gehad. IJs, sneeuw, blubber, snel, hard. En het is nog gewoon even afwachten hoe het er dan bij gaat liggen. Maar in principe komt de te kloppen vrouw.